Maar het kwam thuis van het sporten en had gewoon bloemen voor me meegenomen. Good morning. Ik heb een heel erg gezellig weekend voor de boeg. Deze ochtend was een heel klein beetje haasten, maar het komt allemaal goed. Ik ga straks eerst iemand verrassen voor mijn serie Hartjes. Een kijker van mij, helemaal in Zwolle. En dan rijd ik naar mijn ouders. En dan ga ik vanavond naar Sabine's verjaardag. Let's go. Ik ben nu onderweg naar Sabine. Die viert vanavond de verjaardag. Gewoon klein. En we gaan een dinertje doen bij haar thuis. Maar zij is natuurlijk, ze ligt in bed. Zij kan niet in de keuken staan. Omdat ze dat ongeluk heeft gehad. Dus ze heeft ons gevraagd of we allemaal wat willen maken. Dus ik heb net lekker in de keuken gestaan. Met mijn moeder. Zij was wat anders aan het klaarmaken. Gewoon voor haarzelf. Maar dat was alsnog super gezellig. En ik ben er nu bijna. Dus het wordt gezellig. We hebben echt van 7:30 tot... nu 10 voor 11 ongeveer aan tafel gezeten gegeten. Ik ga nog even door met een enorme salade op mijn schoot. Maar ik ben hier nu nog alleen met Sabientje. Die ook gewoon een mooi jurkje aan heeft. Hey, ondanks haar gips. Een mooie nieuwe gips. Want de vorige keer had ik nog goud gips op je bril. Ja, maar het was gezellig en ik blijf nog even als het mag. Ja. Yeah. Yes. Hey, snoezeboets. Daar ben ik weer. Ben weer thuis. Ik ruik naar twee andere kattenstip. Ben je jaloers? Nee, komt ie nog een keer. Oep, gemist. Nog een keer. En dat is de kerstbal. Sabine's feestje was heel gezellig. Ik was de laatste die overbleef. We hebben gekletseld in de late uurtjes, zoals je kan zien. Het gaat gelukkig al een stuk beter met Sabine. Daar ben ik echt blij om. En nu, lekker slapen. Ik dacht dat als ik vroeg op zou staan, dat mijn video dan in de middag wel geüpload zou zijn. Oh, hij springt nu wel naar 185. Maar goed, dat is alsnog 3 uur. Hij is dus nu al bezig vanaf 7:30 vanmorgen. Dat is nu bijna 4,5 uur. En nu zegt hij nog 3 uur te gaan. Dit is echt insane gewoon. Wow. Ik ga jullie nu laten aanschouwen hoe crazy Stip wordt als je er van het natte voor geeft. Want dat geven we er eigenlijk bijna nooit. Hi. Ruik je het al? Je hebt zo'n goede neus, Stip. Ruik je het? Komt-ie? Komt-ie? Ben je er klaar voor? Eet smakelijk. Het is maandag. Ik ben enthousiast geweest met mijn bronzer, zoals je kan zien. Ik ga hier even opnemen. Mijn microfoon staat er al. Vanavond heb ik dus een optreden. Het is maar echt een heel klein optreden hoor, want ik doe maar 2 nummers. Maar het is wel leuk, want ik heb al heel lang niet meer opgetreden. Maar nu eerst even een nieuwe video opnemen waarin ik weer allemaal dingen ga proeven. I love it. Ik heb er heel veel zin in. Vanavond heb ik een optreden. Het is bij volgens mij een presentatie van het nieuwe seizoen van Awkward and Faking It. Dat zijn series op MTV. Er is een Q&A met de actrices en ze wilden ook iemand die kan optreden. Dus toen hebben ze mij geboekt. Ik ben een beetje suf, dus ik ga even koffie zetten. Want anders dan blijf ik zo suf. En dan ga ik me dan even omkleden en opmaken. En dan gaan we naar de Hoxton Hotel, waar het allemaal plaatsvindt. Gelukt. Nu pak ik een taxi naar het hotel. Ik heb de koffie op. Het heeft gewerkt. Zometeen gaan ze beginnen, bla bla bla. 8 uur moet jij op. Klaar voor. Volgens mij over ongeveer 10 minuutjes moeten we op gaan treden. Het is echt heel klein, heel intiem. We gaan ook gewoon... Er wordt nu geklapt. We gaan ook gewoon helemaal unplugged spelen. Dus ook niet met versterking of zo. Ik ben hier met Clemens. Hoi. Dat is mijn gitaarbuddy voor vandaag. Gitaarbuddy. Gitarist. Gewoon. Gitaarbuddy ook wel. Klinkt een stuk professioneler. Ja.
Wat leuk. Hey guys. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd na het optreden. Maar het was heel leuk en het ging goed. En ik heb het naar mijn zin gehad. Maar het was gezellig, want Quincy was er ook met haar zus Alicia. Voor de mensen die haar niet kennen, Quinn's ding op YouTube. Heel leuk. Nu is het dinsdag en ik heb echt een super lekker rustig weekje voor de boeg. Daar heb ik zin in, want dan kan ik even lekker vooruit werken op allerlei punten. Ik heb echt weinig vooruit kunnen werken de laatste weken. Dus vandaag lekker heel veel foto's maken. Even kijken wat ik ga filmen deze week. Het wordt echt super chill. Dus ik weet niet of deze vlog boeiend wordt, maar ik ga mijn best doen voor jullie. Maar toen kwam Tess van het sporten en had gewoon bloemen voor me meegenomen. Ik weet helemaal niet wat voor bloemen dit zijn, maar ik vind ze wel heel mooi. Niet alleen die, maar ook deze nog. Zo mooi. Dus zondag toen ik bij mijn ouders was, had mijn moeder lasagne voor ons gemaakt en er is nu nog wat van over. Het ziet er niet uiterst lekker meer uit, maar geloof me, het is lekker. Dus dat eet ik nu als lunch. Yay! We hebben net avondeten gegeten en toen dacht ik eigenlijk van ik ga nog een artikel schrijven of ik ga nog dit doen of ik ga nog een keer dat doen. In ieder geval dacht ik van ik moet even nog door met werken. En toen dacht ik, waarom ga ik eigenlijk nog door met werken? Het is echt al 7 uur 's avonds of zo. En ik ben al gewoon vanaf vanmorgen bezig. En dit doe ik altijd. Ik werk altijd gewoon, zeg maar. Soms overdag dan een paar uur niet, maar dan ga ik tot heel laat 's avonds door. Maar vandaag heb ik gewoon de hele dag door de hele tijd gewerkt. Dus nu is het tijd voor een beetje ontspanning, toch? Ik vind van wel. We gaan iets leuks doen. Good morning guys! Het is echt heel erg vreemd weer, want hier beneden ziet het er echt prachtig uit. En dan ben ik boven en dan is het echt rot weer. En het sneeuwt ook weer half. Ik ben zo in de war door dit weer. Anyway, ik heb gisteren een beetje vooruit gewerkt zodat ik vandaag wat dingen in huis kon doen. Wat wasjes draaien, wat dingetjes opruimen. Dus dat is de planning van vandaag. We hebben net echt super veel boodschappen gedaan. Ik heb hier sowieso echt wel allemaal dingen in blik. Maar dat zijn kikkererwten en tomaten en linzen en bonen en allemaal dingen. Pijnboompitten, olijven. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk om het verse voedsel. En ik heb hier allemaal paprika's en courgette en pepers. Hier een hele berg aan peterselie. En daaronder zit ook nog sla en hieronder lagen nog maiskolfjes. Hier champignonnetjes en nog meer sla. Hele verse spinazie. Dit heb ik gewoon nog nooit gezien in spinazie. Aan een steel. Ik koop altijd alleen maar uit zakjes, maar dit is dus helemaal vers. En ook een hele bos bosui. En dan hebben we hier nog een berg aan dingen. En hier. Oh man, ik had een video idee voor de video van morgen. Ik ben nu al bijna 3 kwartier aan het opnemen en ja. Hoe langer ik bezig ben met de video, hoe meer ik tot de conclusie kom dat dit gewoon geen leuke, interessante video gaat zijn. En dat is zo jammer, want nu heb ik bijna een uur verspild aan iets wat ik niet online ga zetten. Ik heb zo'n dikke puist boven mijn lip, jongens. Het is echt niet grappig meer. Dus nu, ja, nu moet ik even gaan bedenken wat ik dan wel ga filmen. Why is this happening? Dit gebeurt dus ook heel vaak. Ik heb heel vaak gewoon video-ideeën en dan film ik ze, maar dan vind ik ze niet leuk. Dus dan zet ik ze niet online. En ik hoor jullie al typen in de comments. Jawel, we willen ze wel zien, die video's. Maar ja, ik denk dat ik wel ongeveer kan beoordelen wanneer een video goed gaat werken op internet en wanneer niet. En dit is er zo eentje die niet zou gaan werken. Maar goed, nou ja, oké. Dan moet ik wat anders gaan verzinnen. Check mijn bazenlunch. Wow. Dit lijkt op ei, maar het is tofu. Yummy! Ik ben de laatste tijd echt weer veel aan het snapchatten. Ik weet niet of jullie me al volgen, maar zo niet. Je kan me volgen via Official Teske. Ik had heel graag gewoon Teske Schepper of Teske of zo willen hebben, maar was allemaal al bezet. Dus Official Teske. Volg me. Ik post stomme, lelijke foto's aan andere grappige gebeurtenissen. Ik zit een interview te kijken van Paul de Munnik bij Giel. Hij was daar afgelopen maandag en hij laat wat nummers horen van zijn nieuwe album. En ik ben zo excited. Ik hoop echt, en dat klinkt al echt heel erg goed, dus dat vind ik echt heel leuk. Ik ben altijd heel groot fan geweest van Acta en de Munnik, maar ook los van elkaar zijn ze natuurlijk fantastisch. Ik kan niet wachten tot het uitkomt. Kijk nou wat vanmorgen bezorgd werd. Het is een pakket van Quaker met hun, volgens mij hun nieuwe smaak. Krusli en nog allemaal andere smaakjes krusli. En dan hier een yoghurtje en fruit en cacao nips. Echt super leuk. Thanks Quaker. Echt heel leuk bedacht. Net alsof ik een ontbijtje op bed kreeg.
Hey guys, ik hoorde vandaag bij Gersperdoel zijn crib te zijn, maar dat ging niet door. Ik weet niet, ben gisteren, ik heb een gekke verkeerde beweging gemaakt. Ik ging ook heel vroeg in bed liggen, want ik was echt chagrijnig doordat mijn rug zo pijn deed. Maar het doet nog steeds pijn. En ja, zeg maar zo pijn dat ik er niet zo chill van werd. Dus dat ik dacht van ja, het is gewoon niet leuk als ik dan anderhalf uur naar Tilburg moet gaan rijden. En de hele dag moet werken aan zeg maar een creatief proces. Moet hebben in mijn brein. Er is iemand aan het klussen hier in het gebouw. Dus lekkere timing weer van mij. Heel chill. Hi. Hey. Dus dat is de deal. Sorry, het is echt helemaal geen boeiende vlog deze week. Sorry. Nee, waarom zeg ik sorry? Moet je niet zeggen. Je moet niet zeggen. Sorry zeggen. Je leven is niet. Alles is boeiend. Alles wat jij doet is boeiend, Tessica. Nee. Dat zou ik ook weer niet zeggen. Als jouw leven elke week super boeiend zou zijn, weet je, dan heb je toch gewoon, dat is gewoon, hoe zwaar leven heb je dan? Dat je altijd maar dingen aan het doen bent. Ja, ik vond deze week wel heel lekker, omdat ik heel veel thuis heb kunnen werken. Maar ja. Voor jullie is het dan ietsje minder interessant om te zien. Maar dat komt volgende week wel weer, want dan heb ik een heleboel schrijfsessies. Als ik niet weer als een oud omaatje door mijn rug ga. Nou, niet echt een gezellig einde van de vlog. Ik haat pijnstillers slikken, want ik denk altijd van, weet je, ja, hoe erg kan je pijn hebben? Ik heb nog bijna nooit zoveel pijn gehad dat ik dacht van, ik moet nu echt een pijnstiller slikken. Maar zoals en Alwin hadden diclofenac voor me meegebracht. Ik heb er net toch maar één genomen. Dat is alweer bijna een uur geleden, maar ik voel nog niks veranderen. Dus waarschijnlijk heb ik hem ook gewoon voor niets genomen. Ik hoop dat het morgen beter gaat, guys. Ik heb best wel veel rugpijn gehad in mijn leven. Maar dit is wel eens heel anders. Ik heb gewoon echt flink een spier verrekt, denk ik. Maar goed, dit was de vlog van deze week. Heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie deze vlog kijken, is het zondag. En ik hoop gewoon dat het dan al beter gaat. Dat neem ik aan van wel. Vul met je hand mijn hartje aan, zodat we samen een nieuw hartje kunnen maken. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer op mijn kanaal. Dat kan op maandag, maar ook op vrijdag en dus op zondag. Love you. Doei. Kijk. Het ruikt zo freaking lekker. Ik vind dat heel spannend, want ze dekken het altijd heel goed af. Dus als je de box open doet, zie je vaak nog niks van wat erin zit. Ik pak hier als eerste, de Rose Bombshell.